BAM woningbouw is veroordeeld in het betalen van 2,6 miljoen euro aan Reuvers BV. Dit heeft de rechter onlangs beslist. De BAM is het geld verschuldigd aan Reuvers omdat men het tweede gedeelte van de aankoop van deelgebied 3 van het vijverterrein nooit is voldaan. Bij de aankoop door de BAM in 2003 werd door Reuvers bedongen dat men uiterlijk in 2007 het tweede gedeelte zou betalen van de totale koopsom van 5,2 miljoen euro, of eerder, ...als de gemeente Tiel een bouwvergunning zou afgeven. Door de waterproblematiek in het gebied is dat nooit gebeurd. De twist ging om het feit wanneer het tweede gedeelte van de aankoop van het terrein voldaan zou worden. De BAM betwiste de datum in 2007 en in de rechtszaak die negen keer werd uitgesteld heeft Reuvers nu gelijk gekregen. Ondanks heeft de gemeenteraad in besloten overleg het besluit genomen om geen geld vrij te maken voor de koop van deelgebied 2 van het vijverterrein... Dit gedeelte van het vijverterrein is nog altijd van Reuvers en behelst ruim 10.000 vierkante meter. Op dit gedeelte is nu een dependance van het demontagebedrijf van Reuvers Recycling en wordt met name gebruikt voor de opslag van autovrakken. Het beslag door Reuvers op deelgebied 3 wordt volgens nog niet opgeheven, waardoor de ontwikkeling van het totale gebied, beter bekend als fluviatiel, onder druk komt te staan.